Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij het huis helemaal kerstig maken. Maar we zijn even in de Primark en we gaan straks nog... Waar gaan we nog meer kerst in kopen? Super schattig. Ik vond het wel leuk. Misschien al voor volgend jaar, want we hebben nu natuurlijk al een beetje gedaan. Oké, kom maar in. Ik ga jullie even laten zien hoe wij ons huis mooi hebben gedecoreerd. Met de kerstboom. Die ik nu al niet over heb. Maar goed. Lukt het niet? Ja, ja. We zijn dus bezig met de kerstboom. Nee, maar stop met de klok mee. Ja, maar vaak voel je wel zo'n, hoe noem je dat, aanknopingspunt of zo? Ik hoop het op daar deze situatie. Maar zo'n puntje dat je dan weet van oké, ik ben lekker bezig te draaien. Er gebeurt wat. Oké, jongens, de boom staat. We gaan nu de ballen erin hangen. Lekker met de ballen. Even kijken. Bijna vergeten. Hier is de Christmas lights. Oké. Wacht. Hoe werkt dit? Okay. Die boom? Jezus, overbelicht man. Je kan hem omdraaien en dan doe je dat klepje naar beneden. En dan kan je hem omdraaien. Leuk is dat, hè? Oh. Kom die dan. Dat vinden we mooi. Even die lampjes uit elkaar. Oh, ik hou hier zo erg van. Om lekker de van die kerstboom. Die staat nu echt voor dat beeld van die ander. Maar weet het, ik vind dat zo leuk om dan zeg maar die, noem je dat? Die kerstvibes ofzo, dat is toch heerlijk. Ja. Ik heb het niet uit elkaar joh. Deze had je toch op de bank liggen? Ja, maar ik heb hem nooit uit elkaar gehaald. Oh. Het lag als een fortje op de bank. Ik heb het alweer 2 jaar geleden dat we Henkie van de... Henkie, de kerstboom. Oh, je had een naam voor onze kerstboom van vorig jaar. Ik weet het niet. Dat weet ik ook niet meer. Is het voor Chris of zo? Ja. Nee, Chris, dat was hij. Maar dat is Chris. Onze vorige kerstboom heette Chris. Christmas, dat was het. Hoe gaat deze kerstboom heten? Mus. 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 Oké, mus. Dit is mus. Angelica en ik zijn nu kerst inkopen aan het doen. Ik ga deze halen voor mijn vader. En dit is een waterzak. Deze is voor Marleen, zo'n warmtezak. En Angelica gaat deze voor... Voor wie is deze blauwe? Joy. Voor Joy. En wat is dit? Oh, deze is voor... Hoe heet die nou? Tycho, toch? Ja, dat is voor Tycho. Voor Tycho. En deze ook, volgens mij. Wat is dit dan weer voor iets? Wat is dit ook weer? Ja, weet ik veel. Gewoon, ik kan niet om zijn vinger doen, hè. Dat weet ik. Ik ga stuk. Nou, wel heel erg leuk. Maar ze even aan het kijken, ze hebben echt super leuk. Ze hebben daarachter ook een kerst. Kijk nou. Je schat, dat hoef ik toch. Dat is vind je dat leuk? Ja, welke is van jou? Deze. Die van jou? Oh. Die is wel echt mooi, die kleur ook. Ja, die is echt wel leuk. Ben je tweeling? Ja. Oh, grappig. Waarom denk je dat ik zoveel persoonlijkheden heb? Ik ga stuk. Maar we zijn even in de Primark en we gaan straks nog... Waar gaan we nog meer kerst inkopen doen? My Jewelry. My Jewelry. En bij de Most Wanted. Most Wanted. Ik heb een hele top. Maar dat is voor onszelf, toch? Dat is niet voor... Ja, dat is en kerst inkopen?
Sowieso bij de Primark hebben we nu wel een aantal dingetjes. Ja, inderdaad. Van die misschien nog lukjes. Eventjes naar. Nou, we zien het wel eigenlijk. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Lekker met die kapjes op ook. Ja. Die grijze, ja, past die ook dan even? Maar ik wil dat je deze past eigenlijk. Ja. Bij mij staat dat niet. Kijk. Maar ik kan hem omdraaien. Dan kan je zien namelijk in het klapje wat, hoe die eruit zit. Oh, staat daar een spiegel? Serieus? Oh, hij is wel echt heel leuk volgens mij. Maar 40 euro, dat is ook niet echt veel geld hoor, voor zo'n jas. Maar moet hij nou open? Nee, open. Nooit dicht dragen, dat soort jassen. Is hij niet te strak bij je armen met een trui? Ja, dat denk ik dus ook. Maar ik denk als ik hem maat groter neem, dat hij nog groter staat. Ik vind hem wel echt heel erg mooi zitten, maar hij lijkt wel wat strak bij je armen. Waar staat het bij? Ik vind het heel leuk staan. Wacht, kom eens hierheen gelopen. Nee, ik wil niet echt zo. Nee, maar dat is denk ik meer je gevoel dat het zegt, omdat je dat nog nooit aan hebt gehad. Nee, ik heb... Maar kom eens. Oh nee, het valt wel mee. Het lijkt alsof het strakker zit, want hier is best wel nog wat ruimte. Ja, alleen hier zit het wat strakker. En daar heb ik wel altijd een beetje haat aan. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Wil je nog een maatje groter passen? Ja. Dan moet ik een M of nee. Oké, wacht, volgens mij heb ik die hier gezien al. Oké, dit is de M. Kijk, we hebben ook echt allemaal leuke dingen. Kijk, dit heeft Angelica nog gepakt. En nog inpakpapier. En nu even een maatje groter. Maar je moet het een beetje zien als in dat het gewoon echt zo'n lekkere comfy jas is gewoon. Dat is toch chill, stel je voor je moet de hond uitlaten dat je dan dit aandoet. Ik ben hier gewoon niet van. Ik vind dat, maar je moet even, heel even 1 seconde dat ding even afzetten zodat je kan kijken hoe het... Want dit ziet er ook heel storend uit. Als je me even eens... Kijk eens hierheen. Ik vind het heel leuk staan. Kijk, wacht. Ik vind het heel leuk staan. Laat het in de comments weten. Vinden jullie het leuk? Dan ga ik hem later halen. Ja, laat maar even weten. Ik vind hem oprecht heel erg leuk. Maar daarom zei ik dat de mondmasker stoort ook wel even een beetje misschien. Maar ik vind hem echt leuk. En we gaan hier nog even rondkijken. En ik moet nog echt wat voor mijn vader en voor mijn moeder. Dus dat gaan we even kijken. En dan gaan we ook nog naar de Flying Tiger. Nee, we zijn net uit de Flying Tiger. Ja, allemaal dingetjes kunnen halen, maar dat was een beetje onhandig hoe ze deden daar. Het ging niet heel soepel, laten we het daarop houden. Maar we hebben wel echt allemaal dingetjes. Wacht, deze heeft Angelica en... Wat zijn dat? Van dat... Oh nee, dat is van de Primark trouwens. En hier zitten ook nog allemaal dingetjes in, maar we zullen dat thuis wel eventjes laten zien wat we allemaal hebben. Of nee, het komt trouwens in de... Video. Oh, er staat daar iemand. Oké, wij gaan hier weg. Dozen in. Ja, daarom. Oké, Angelica, kom jij erbij? Ik kan niet alles nu, tenminste ik ga wel dingen laten zien, maar ik ga af en toe maar alleen even wegsturen. Of tenminste aan het einde. Want ik heb ook namelijk een doe dat wel op het einde. Voor kerst. Dus dat mag Marleen niet zien. Ik hoop niet dat ik het ineens maar ongeluk tevoorschijn haal. En jij moet ook even letten erop dat je niet zegt van jij hebt dat ook daar gekocht. Ja, hè, ik dacht dat je tegen mij ging zeggen dat ik ook moet oppassen, maar ik heb natuurlijk niks meer voor Marleen. Nee, maar oppassen met dat je niet zegt van hé, hey, ja, we hebben bij de winkel ook. Nee, maar liefst ook niet de cadeau van papa en mama laten zien. Nee, laat ik ook niet zien. Ik vind dat altijd leuk. Okay, die is van jou. Wat is dat? Oké, ik heb dus dit gekocht. Ja, het is... Maar echt iets mijn broertje, die houdt echt van dit soort dingetjes en zo. Dus die had ik gewoon iets kleins. Ik wou net zeggen, Lisanne en ik zouden het ook doen. We zijn ook in de avond soms bij elkaar. Dat is best wel leuk trouwens. Ja, en echt, dit kan hij lekker doen met zijn vriendin. Ja, dat zou ze vast wel echt leuk vinden. Oh, dit is ook van jou trouwens. Oké, bij de Flying Tiger heb ik deze 2 inpakpapier dingetjes gekocht. Een groene en een rode. Deze staat een kerstmannetje op en hier staan van die... zuurstokken op. Oh ja, leuk, daar toch? Heb ik die kerstkaart van. Ja, echt superleuk. Dus die. Ja. Oh, en jij weer? Oké, bij de thee. Wil je kijken wat het hier? Gewoon rood, lekker makkelijk. Oh, en lekker wat van. Ja, gewoon 2 meter voor mijn euro of zo. Dus ik hoop niet dat dorp. Oh ja, nee, maar ik denk het niet. Zou je dat best wel dik uit. En dit hele pakket. Zo, en dan heb je hier ook van die kaart waar je dan iets op kan schrijven en nog van die leuke dingetjes te kopen. En dan met dit patroon. Die vond ik ook erg leuk. Die is ook echt super leuk. Waar heb je die gekocht? Ook echt maar, hoeveel was die? 4,50. 4,50. Bij de super handen naar de friet. Ik heb handen. En ze hadden ook met Mickey Mouse. Nu ben ik niet zo van Mickey Mouse. Nee, ik ook niet. Als je dat leuk vindt. Ik vind deze maar het wel echt leuk. Schattig. Ja. Oh ja, en deze had ik ook bij de friet. Allemaal van die leuke liedjes en zo. En dat was ook maar 2 euro. Ik ga het Primark heet het trouwens. Primark.
Echt, en deze was ook zo schattig. Trouwens, er was een beetje wat aan de hand, want we waren dus naar de Flying Tiger geweest. Maar ze gingen dus, we hadden dus alles gescand, of tenminste alles op die balie gelegd, zodat die cashier het kon gaan scannen. En toen op een gegeven moment hadden we alles in die tassen gedaan, maar we hadden natuurlijk die mondkapjes op. Dus we waren een beetje aan het, hoe noem je dat, aan het stuntelen om alles in die tassen te krijgen. En we zagen het niet zo goed, want ja, je moet best wel erg naar voren bukken met dat kapje op. Ja. En toen was het ineens, kwam er iemand anders bij. Van, oh, we weten niet hoe we die bonnen moeten gebruiken die je nu mee hebt. Dus ja, nu moeten we alles opnieuw scannen. Ja, en dus wij alles in die tassen. Dus wij alles uit de tassen halen. Aan de ene kant van de balie zetten. Ja. En dus er kwam er nog een vrouw, het moet aan de andere kant van de balie. Dus we werden heel van hut naar, het was echt drama. Maar in ieder geval, deze komt ook van Flying Tiger. Dit is een baking challenge. En dan kan je dus, dit is echt super schattig. Ik vond het wel leuk. Misschien al voor volgend jaar, want we hebben nu natuurlijk al een beetje gedaan. Ja. Dan kun je dus opschrijven. Dat zijn allemaal van die kaartjes. Name of baker, taste, presentation, ID, smell en texture. En dan kun je comments nog erbij schrijven. Dus dit leek me echt heel grappig. Dit is ook. Dit is zo leuk. En dan de naam, maar dat je achter gaat beoordelen. Dat je niet ziet welke naam er is. Ja, ik vond het best wel heel erg leuk. En het was maar 1 euro. Dus, Dat kun je doen. Paper bread house. Ja. Of een paper bread. Nou, we kunnen ze gewoon gebruiken. Maar dit is echt super leuk. Deze was maar 1 euro. Een peperkoek. Een huisje. Ja, een peperkoekhuisje. En ik heb nog... Wat is het Engels? Ginger. Oh, gingerbread. Gingerbread. En nog paperbread. Voor om de... cadeautjes heen. En ik heb allemaal kaarsen. Wat houden we erin? Paperbread. Allemaal kaarsen om zeg maar een soort van... Noem je dat? Nog deze. Zo'n leuk plateautje. Die. Om een plateautje te maken. En ik had ook nog... Bij de Flying Tiger. Ja. Ook nog deze. Maar echt een euro, hè, voor een kaars. Ja, en dan die lange was volgens mij 2 euro of zo. Ja, die is ook leuk. Ja, deze. Die is echt leuk. En dit setje. Deze had ik online al gezien met jou. Ja, oh leuk. Dus waar gaan we die doen? Hoe die daar in de... Ja, of hier of zo. Misschien over de bank heen. Oh, dat is ook wel. Want dan hebben we iets meer... Of misschien over de, op die rand van de keuken. Oh ja. Zeg maar dat tussenstukje. Maar in ieder geval, dat is dus deze. Super leuk. En, even kijken, wat is dit? Oh ja, dat is van dinges. Oké, jij moet nog even laten zien. Daarna gaat Marleen even weg. Oh ja. Oké, nou, deze had ik nog van mijn moeder gehaald. Want die houdt heel erg van Ferrero Rocher. Dus nou, lekker een kleinigheidje erbij. Een goede dochter. Precies. Echt, deze is ook van de Primark. En mijn broertje die houdt altijd van die stomme, onzinnige dingetjes. Is hij nou scherp? Is hij scherp? Nee, dat zijn niet scherp. Wacht even. Oké, sowieso is hij nu weer scherp. Ik weet niet dat hij net scherp was. Maar... Oké, nou, deze. En dit is, hoe heet het? Bubbeltjes plastic. Dus dan kan hij lekker zo'n dingetje pakken eruit. Zo'n klein papiertje en dan kan hij lekker bubbeltjes pakken. Ik ging helemaal stuk dat ze dit verkocht gewoon voor 4 euro. Ja, echt. Verkopen ze dit en dat is een soort van anti-stress ook en zo. Ja. Het helpt ook wel. En dan kan je hier zo dit openmaken en dan kan je zo'n dingetje... Maar wie bedenkt het om dat zeg maar te gaan verkopen in een winkel of zo? Dat is echt bizar. Ja, en dit is een soort klein mini-boxballetje. En dan kan je handschoentjes op je vingers doen en dan kan je dit zo doen. I don't know, ik vond het ook wel grappig. Ik wist anders ook niet voor die jongen te bedenken. Ze gaat gewoon een soort van pretpakket maken. Ja, zoiets. Ah, hij wordt heel blij van mij. En ik had bij de NYX had ik nog 2 lipsticks gekocht. Of hoe heet dat? Die Soft Matte Lip Cream ofzo. Ja, dat weet jij wel. En eentje een beetje wat donkerder voor kerst. Ja, volgens mij heb je Rome en... Ja, ik heb Rome en nog één. En Canes. Kan. Kan. Oh, ja, grappig. Rome en Kan. Ja, is leuk, ja, hè? Ja. Dus die heb ik ook gekocht. En ik heb dan voor deze een leuke kaart. Want ik heb namelijk een cadeaubon voor mijn stiefvader. Dus dan kan ik die hier zo leuk in doen en dan even er wat in schrijven. Oh, deze is ook van de Flying Tiger. Ja. En was ook mijn euro. Echt leuk. Ja. En ik heb een boekje. Ik laat trouwens die andere dingen zo zien hoor, maar Marleen is er nog even bij. Ja, die zit hiernaast. Ja, daarom. Een boekje voor mijn moeder. Want die vond ik echt heel leuk, want er staat namelijk je sterrenbeeld op. En ik ben heel erg van sterrenbeelden en dat soort dingen. Dus daar hou ik wel van. En ook in... Is het vissen? Ja. 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 En ook is... in deze een steenboek voor mijn... Nee, is geen steenboek. Is Ram. Oh ja, Ram. Capricornus. Capricornus. En voor haar ook pennen erbij. Ho? Want dat vond ik er wel dat leuk bij. Dat ben ik bij. Namelijk. Ik ben namelijk Capricorn. Maar dat heb ik ook. Ik weet heel veel van mijn sterrenbeeld, maar van die van anderen. Oh nee, ik weet het wel hoor. Precies. Nou kijk, dit is toch leuk? Met zo'n pennensetje erbij. Ja, echt heel leuk. Ja. Ik dacht ook weer zo'n kleinigheidje erbij. Echt schattig. Deze moet jij nog laten zien. Oh ja, dit hoort ook nog bij. En ik had een leuke trui. Hij is nog heel. Bij de free, gewoon even een trui. Hij is nog heel. Cool hè? Hero. Ja.
Ook en dan had hij gewoon schouder. Dus daar was ik ook wel blij mee. Ja, dat was het. Dat is allemaal. Kijk! Best veel. Deze boek. Dat is alles. Maar ik weet nou, oh ja, het is de bedoeling om koekjes eronder te doen. Ja, koekjes? Ja, dat zie ik hier ineens staan. Maar we dachten eerst een theelichtje. Maar oh, dat ja, een theelichtje? Ja, zodat het warm blijft. Maar ja, dan ga je drinken en dan gaat het thee. Oh ja, thee. Maar, nee, dat was echt. Dat kan wel als je er de warme chocolade. Maar hoe leuk ziet dit eruit? Ja, met koekjes leuk. Erin. Dus deze komt ook van. Dan kan je hier er ook in dippen. Dat is het idee. Ja, deze komt ook van Flying Tiger. En ik had deze van My Judy gratis erbij gekregen. Want ik had een bestelling. Oh, moet je deze voor je broer? Ja, stop. Oké. Snap je? Ja, ik snap hem. Of je pakt hem in. Je doet ja, dat eromheen. Daar dacht ik omheen. Ja, doe dat maar. Dat is wel grappig. Ja, dat is leuk. Doe dat eromheen en dan doe je daarna de inpakpapier. Ja. Zo van, soort van pre. Wat je kan verwachten. Oh ja, 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 dat is leuk. Maar ik had dit tasje dus gratis bij mijn jury gekregen. Want we hadden zeg maar. Ik had een bestelling gedaan en ik had een aantal dingetjes teruggebracht. Dus toen dacht ik, ja, ik wist niet zeker of ik het mocht houden of niet. Ja. Maar die mocht ik dus houden. Maar oh, je had hem meegenomen voor als je hem niet mocht houden? Ja! Oh, wat lief! Ja, goed persoon. Ja. Ik zou dat thuis laten. Nou, en de vorige keer had ik dus ook een bestelling gedaan. En toen had ik volgens mij alles teruggebracht. Of ik had echt maar één klein dingetje bewaard. En toen hadden ze dus gratis van die oorbelletjes erin gedaan. Ja. Die kreeg ik later nog gewoon per post handgeschreven op een envelop teruggestuurd. Van, hé, je was deze oorbelletjes vergeten uit je bestelling. Dat is echt, oh my god. Dus ja, ik wist het nu niet zeker, maar ik heb het dus weer meegekregen. Dus echt top. Oh. Echt lachen. Kortom, koop gewoon heel veel, stuur alles terug ja, en haal het cadeautje. Precies. Echt hè? Ja. Oké, was dat jouw ding? Ja, dat was oké, dan is het voor Marleen tijd mee? Om te gaan. Oké, oh. Ik heb in ieder geval deze gratis gekregen van My Jewelry. My Jewelry. Vind ik echt heel leuk om aan mijn sleutelbos te doen. Ja, deze kreeg ik ook gratis. Ze dus zijn wel echt van het geven daar ja, hoor. Ja, heel leuk. En volgens mij zijn dit toch onze... Ja. Nee, maar je weet niet. Wat moet ik dat doen? Straks is het die van. Oh nee, dat is denk ik deze. Oh. Die ziet er wel iets leuker uit namelijk. Oh. Ik heb een ringetje gekocht. Deze, die zou ik zo even... Van... Ja, laat jij maar van dichterbij staan. Deze. Ik hoop dat dit kan zien. Ja. Ja. En deze hebben we onze vriendschaps... Ja, die zijn zo bandjes in het paars. Die is zo leuk, die gaan we zo gelijk omdoen. Ja. Waar je op scherp wil staan, moet je op drukken. Hey, zo. Ja. Dus die zijn echt heel leuk. Met lila. Tussen alle spullen. En ik heb dus hierin een armbandje van mijn moeder. Maar die is dus al ingepakt. Dus die ga ik er niet uithalen. Maar die zien jullie wel op kerstavond als ik het ga geven. Ja, die is ook echt heel leuk. Oh, maar deze heb je dus voor jezelf gekocht. Ja. Ja. Die is ook en leuk. Ik heb voor Marleen. Is dat in de scherp? Ja. Nee. Okay. Kijk, deze. Dat is een kruik. Lekker. Dus die is van Marleen. En ik heb... Dit is eigenlijk gewoon een grapje hoor. Ik moet nog wel het echte cadeau van mijn vader bedenken. Maar een... Hoe noem je dat? Toiletrol met allemaal grapjes erop. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk. Dus dat is wat ik daarvoor heb gekocht. Dus dat waren eigenlijk alle aankoopjes weer. Echt niet normaal veel. We gingen echt om 11 uur weg. Ja. En we hebben de hele stad doorgelopen en ondertussen ook Bakers & Beans gehaald en dat soort dingetjes allemaal. Maar echt... En het is nu 6 uur. Lekker veel gekocht. Oké, okay. We hebben net de spullen laten zien van de Flying Tiger. En we gaan alles eventjes een plekje geven. Dus ik zal eventjes laten zien waar we alles gaan neerzetten. En kijk gezellig mee. Ik ga jullie even laten zien hoe wij ons huis mooi hebben gedecoreerd. Kijk hoe leuk! Echt zo leuk. Oké, eerst bij de kerstboom. We hebben dus deze kerstboom gekocht. Bij de HEMA, toch? Ja, je mag op ja. Ja, bij de HEMA, ja. Toch? Ja, ja, ja. Hoeveel kost die? Poeh, 80 euro? Nee, goedkoper. 150 euro? Mama, oh, nee. 40 euro of zo, denk ik. Nou, en hele leuke kerstballetjes. Oh ja, even inzoomen.
van de Action volgens mij. En die strik komt van Shein. Die heb je ook in een shoplog kunnen zien. En heel erg leuk, allemaal cadeautjes onder de boom gelegd. Het zijn wel nep cadeautjes, dus er zit niks in. Oh, jammer. En we hebben ook onze galerijmuur. Die heb je als het goed is al wel een keer kunnen zien, maar helemaal kerstig gemaakt. Dus we hebben allemaal kaarsjes lekker aangestoken. En, Marleen, help me even, Ninda en Nandus. Ja. Ja, Ninda en Nandus staan er ook gezellig bij. En Marleen, haar adventkalender, die kan je trouwens ook gaan openen straks. Ja, ik moest nog een paar dagen. En lekker kaarsjes aan, ik hou echt zoveel van kaarsjes. En hier ook hebben we ook nog een plateautje met allemaal kaarsjes. Het licht uit doen, dan kan je het nog wat doen. Oh, gezellig. En kijk daar ook, als je achter je kijkt. Kijk dan hoe leuk. Dit is toch mega cute. Ja, ja. En het licht moet weer aan. Oh ja, er wordt licht aan. En we hebben hier ook heel erg schattig, deze komt van Vibra toch? Ja. Ja, deze komt van Vibra. En het lampje dingetje komt ook van Vibra. Ik vertel trouwens helemaal te vertellen waar het van is. Deze twee komen ook allebei van de Vibra. Deze ook. De lijstjes zijn van Decenio. En volgens mij zijn verder alle accessoires wel een beetje van Vibra, toch? Ja. Wat we hebben. Echt super leuk. Ja, dat is aan deze kant. We hebben dit super schattige... Mijn kleed! Hoe noem je dit? Ja, ook leuk. Guirlande. Ah, met lampjes. Een guirlande. Met... Nou, een guirlande. Geen idee. Ja, echt super leuk. Deze komt dus van Flying Tiger. En Marleen heeft echt een super leuk kleed. Deze is echt leuk om hier net te laten. Nee, maar die ben ik op mijn bed. Maar Je waar komt die vandaan? Primark, toch? Ja, Primark. Ja. Maar wel een paar jaar terug al. Oh ja, die weet ik nog. Die had je ook altijd thuis op je bed. Oh, die is echt heel leuk. Leuk toch? Ja. Maar dat is dus wat wij hebben gedaan. Een bankje. Om ons huisje leuk te decoreren voor de kerstmaand. Yay! Gezellig! Superleuk! Oké. Even kijken hoe ik hem uitdoen. Ja.